Ik zit hier bij Colinda van der Zanden en daar hebben we van vernomen dat ze heel goed kan zwemmen. En daarom hebben we gevraagd of dat we even binnen mochten komen. En dat mocht, dus hier zitten we samen. Colinda, hoe oud ben jij? Ik ben inmiddels 18. Je bent inmiddels 18? Ja. En wanneer ben je begonnen? Ongeveer, ja, ik was bijna 10. Dus nog net 9, bijna 10 jaar oud. En waar ben je begonnen? Hier in Boksmeer. In Boksmeer? Ja. En toen was je zo goed? Ja, het ging allemaal heel snel. Ik ben begonnen, bleek dat ik best wel wat talent had. Toen ben ik begonnen met trainen, wedstrijden. Toen ging het eigenlijk allemaal heel snel. En toen ben je overgestapt van Boksmeer naar? Venlo. Naar Venlo. Ja, ik heb daar denk ik een jaar of 3, 4, ja, ook met lockdown periodes erbij, denk ik een jaar of 4 daar gezongen. Toen ben ik daarna overgestapt naar Nijmegen, waar ik dan nu zwem. En hoezo naar Nijmegen? Van Venlo naar Nijmegen? Ja, toch hoger niveau. Meer mensen van hetzelfde niveau om me heen. En, oh ja. Ja, ik zocht gewoon wat meer uitdaging nog. Ook omdat ik bij Venlo had ik eigenlijk altijd mijn trainingsmaatje. En die is toen naar de selectie gegaan. Dus die trainde eigenlijk ook niet meer echt bij ons. Dus Stond je een beetje alleen? Nee, niet helemaal. Nee. Maar ja, ik zocht gewoon wat meer niveau. En mensen die hetzelfde niveau hebben om me heen in dezelfde vereniging. Dus nou zwem je ook wedstrijden? Al heel lang? Ja, al sinds 2014. Sinds 2014? Ja, dat is bijna 10 jaar. Einde van 2014, ja. Dat, en dan kom je in een jeugdselectie en dan ga je verder naar volwassenen? Ja, of? Wij trainen dan gewoon in onze, bij onze vereniging gewoon met de selectie. Dat eigenlijk alle leeftijden, vanaf een jaar of 12. En dat gaat allemaal tegelijk plonsen het water in? Ja, met z'n allen tegelijk. En wie het eerst aan de andere kant is? Ja, nee, gewoon met trainingen dan springen we gewoon allemaal tegelijk het water in en dan zwemmen we gewoon de training. En in wedstrijden zwem ik eigenlijk vooral nu dit seizoen de leeftijdsklasse 17, 18 jaar. Hmm. En dan volgend jaar waarschijnlijk de klasse 19 plus. En daar zitten alle leeftijden boven 19 in? Ja. Ja. Hoe vaak train jij? Heel vaak. Heel vaak, ja, dat denk ik ook wel, want anders haal je dat niveau niet natuurlijk. Ja, nee, ik zwem 6 keer in de week. En naast het zwemmen doe ik ook nog krachttraining bij het vitaliteitscentrum. Dat doe ik 2 keer in de week. Dus ongeveer 8, soms 9 trainingen in de week. En dan moet je ook nog naar school. Ja. Ja. Hoe gaat dat dan? Ja, ik studeer nu dit jaar in Nijmegen. Dus ik heb alles wel mooi bij elkaar. Dat is op zich wel lekker. En ik krijg best wel wat ondersteuning vanuit school, gelukkig. Je zit op een... Zogezegd normale school, geen sportschool of nee, zo? Nee, ik zit gewoon bij de HAN, HBO. Mm-hmm. Dus ik ben gewoon een normale student in principe. Ja. Je gaat iedere dag naar Nijmegen met de trein? Soms met de auto, soms met de trein. Ja, weet je, wij trainen 's morgens vroeg om 6 uur. Dan gaat er nog geen trein. Dus dan moet ik met de auto. En andere dagen als ik dan niet 's morgens train, dan kan ik lekker met de trein en dan ook eerst nog naar school, daarna trainen. Dan is dat prima te doen. Ja, maar toen was je dus nog geen 18, had je nog geen rijbewijs. Hoe ging dat dan? Ja, ouders lief aankijken en toch maar met hun mee naar de training. En die vinden jou lief genoeg om dan met jou iedere keer naar Nijmegen te rijden? Ja, maar volgens mij zijn ze er wel heel blij mee dat ik nou inmiddels zelf mag rijden. Kunnen ze wel langer blijven liggen. Ja, het is wel vroeg. Maar ja. Het is, je raakt eraan gewend ook, hè? Ja, ik ben eraan gewend. Als ik kan uitslapen, ben ik ook gewoon vroeg wakker. Tegen een uur of 8 of zo ongeveer. Dan ben ik echt wel wakker. Maar dan heb je ook uitgeslapen. Ja. Als je om 6 uur al daar in Nijmegen moet zijn, hè? Ja. Dus je gaat gewoon met de trein. Nou, heerlijk toch? Ja. En dan rij je zelf? En wedstrijden? Is dat overal of is dat alleen in... Nee, wedstrijden door het hele land. We zijn laatst naar Zaandam geweest, Zwolle, gelukkig ook in Nijmegen. Ja. Amsterdam staat nog op de planning, Den Haag, Amersfoort, overal en nergens. En zijn dat wedstrijden van de club of is het landelijk? Dat zal wel, omdat je overal naartoe sommige moet. Sommige zijn inderdaad van de club, maar ook landelijk. Het is een beetje, de ene wedstrijd, dan zwem je in Amsterdam en dan zwem je landelijk. En dan de andere club, dan de andere keer dan zwem je in Nijmegen en dan is het echt een clubwedstrijd. Dus, mm. Het verschilt eigenlijk allemaal een beetje. Nou ja. Dus je schouwt echt... En ben je aan het buitenland geweest? Ja, ik ben... Een aantal jaren geleden ben ik een paar keer in België geweest. In Gent. En
En ik ben afgelopen jaar naar Dortmund geweest in Duitsland. En daar gaan we komend jaar ook weer naartoe. Mm-hmm. En dat is dan een weekend is dat in Dortmund wedstrijd. Is dat echt internationaal? Ja, dat is, het is vooral, zitten daar veel Duitse en ook Nederlandse clubs. Maar er komen af en toe ook wel wat andere, volgens mij wat Belgen en zo komen er ook nog wel eens. En ik heb ook een aantal keer in Eindhoven, was er elk jaar een internationaal toernooi. En daar kwamen Britten, daar kwamen Ieren, Fransen, echt vanuit de hele wereld kwamen die daar. Daar heb ik ook altijd aan meegedaan. Maar nu valt die tegelijk met de Nederlandse kampioenschappen, dus daar... Ja, daar kan ik nou niet meer naartoe, want... Wat is het belangrijkste, hè? Ja, precies. Dan zit ik bij de Nederlandse kampioenschappen. Dat is belangrijker. Ja. En je bent ook als eerste geworden, denk ik, hè? Ja, Gelders kampioen, Limburgs kampioen. Ja, van alles. Nederlands nog niet? Nog niet, gaat wel komen, denk je? Ik hoop het wel, ik hoop het wel. Ik afgelopen keer was ik vierde. Heel dicht bij het medaille. Ja. Dus ik hoop wel dat er nou wel een medaille aan zit te komen. Dus ik ben benieuwd. Trainen, hè? Ja, hard werken en dan op het goede moment pieken. Ja. En als je dan maar net goed van pas bent, als je erin moet, in het water moet. Hè, als je een slechte dag hebt, dan weet je van tevoren dat het eigenlijk niet gaat lukken. Maar... En dan weet je ook nooit van tevoren, dat zie je altijd die dag zelf. En dan kan het heel goed gaan of het kan een beetje tegenvallen. Ja. Maar ja, dat hoort er ook bij. Ja, zeker. We hebben dan van jou een plaatje gekregen, dan kunnen we er wat leuk wat foto's en filmpjes bij zetten. Ja. Dat wordt best leuk. We wensen jou heel veel succes in de toekomst. En wie weet komen we jou tegen als Nederlands kampioen. Ik hoop het.